Jan Thomas en Betty Vos. We staan hier met op de achtergrond glinzer Greetje 102. De Rudolfdochter die zojuist kampioen is geworden van de 100.000 kilogram rubriek. Hoe bijzonder is het om hier met deze koe te staan? Ja, dat is heel bijzonder. Het is echt ongelooflijk. Al die aandacht die je krijgt, het is echt... En met zo'n koe, ik ben er echt heel trots op. Ja, dat is echt een heerlijk gevoel. Winnen is voor jullie niet vreemd, ook op de NRM niet. Reservekampioen tijdens de vorige editie van de NRM. Is dit anders? Is dit meer bijzonder? Of kun jij gewoon het kampioenschap, zeg maar, waarde geven en duiden? Ja, dit is absoluut, ik kan er niks aan doen, maar dit is absoluut veel bijzonderder. Ik voel me ook een beetje, het is ook een beetje reclame die je maakt voor, je ziet alle buitenlanders kijken naar zo'n koe van, hey, verdorie, is dat mogelijk, zoveel melk uit zo'n koe? En ja, daar ben je echt enorm trots op. Het is totaal niet te vergelijken. Ik bedoel, als je een jonge koe hebt die gewoon in de bloei van haar leven staat, ja, dat is niet te vergelijken met een oude tante die nog steeds helemaal heel bloedmooi is. Ja, dat is, ja, echt heel, ik kan het niet vergelijken, maar... Kun je wat over de koe vertellen? Gewoon over haar geschiedenis, over de geschiedenis van de koefamilie en gewoon over de koe zelf? Ja, de koe zelf, die begon heel gewoon. Die kwam ook een hele gewone afstamming, wat dat betreft, hè, uit een tornado-moeder. En dan krijg je 83 punten op vaas en dan heb je een vaasje van, leuk, hè, met een supermooi beknopt uitje eronder. Maar zo'n vaasje die wordt al beter, die kreeg 83 punten, wordt al beter en beter en beter. En ze was er geen stamboek. Dus na 7 keer kalven, volgens mij moet ik niet, na 3, ik denk 4 jaar geleden, voor het eerst naar mee naar Bedum genomen. En toen werd ze 1B. En toen dacht je van, hé, ze groeit erin, ze wordt al mooier. Dus laat ik kon nog eens afstammingonderzoek doen. Dan bleek toch Rudolf, ik wist wel dat Rudolf was. Het werd dus een stamboek Rudolf, dus dan heb je dat ook al gehad. En toen werd ze al mooier. Ja, en dan zie je opeens die koe erin groeien. En dat zijn de mooiste koeien natuurlijk, die wordt ieder jaar mooier. Ik bedoel, zelfs na 100.000 liter wordt zo'n koe nog een tikje mooier, ja. Wat zijn je plannen nog met deze koe? Nou, wij leven echt van dag tot dag met alle koeien. Ik bedoel, en ze blijven dan maar lopen. En als je goed je best doet. En de plannen, ze geeft 50 liter. Ze heeft nog nooit cellen gehad onder de 15. Ze zit nu op 13. Ze zat er op 8. Ja, het is uniek, want ze zit de laagste van de stal. Dus het is een zeer probleemloze. Het is echt een topkoe. Echt werkelijk wel een topkoe. En ik bedoel, van wat zijn de plannen? Ze heeft lagere gehalte. Het is niet zo dat ik ambitie heb van zo, we gaan er nou even 10.000 verder naar weer uithalen. Maar dat denk je niet eens aan. We blijven dan gewoon doormelken, maar dit heeft ze in ieder geval. Dit is, ja, dit is, ik kan een lijstje omheen. Geniet van het succes. Ja, dankjewel.